Yo mensen en tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. In de vorige aflevering zag je dat wij het compleet opfuckten tegen Heerenveen. Tegen Willem II. Maar Willem II is geen Willem II meer. Willem II heeft Ramos in de verdediging. Willem II heeft gewoon echt een hele verbouwde selectie. Er zit geen Sol meer in ofzo. Ziyech scoort trouwens de 1-0 assist van Takle Vigo, maar er zit geen Sol meer in. Er zit geen... alle spelers van Willem 2 had hij verkocht. En hij had een ziek team, Willem 2. De manager van Willem 2, dat team is op dit spel echt ziek. Ze zijn terecht vierde trouwens. Utrecht staat derde. En daar staan we gelukkig een voorteken met 1-0. Maar ik ga niet juichen alvast, want... Willem II stonden we thuis ook meteen al voor. En toen fuckten we het op naar een 1-1. Dat is best dom, hè? Ja, best wel dom. Deze OSM-video komt om 7 uur online. En de vlog die ik heb geüpload, die hebben jullie al gezien. Om 4 uur 's middags. Maandag. Dus upload ik trouwens 2 keer, omdat ik ook gewoon een lekker vlogje heb klaarstaan voor jullie. En de rest van de dagen gewoon weer 7 uur online 1 video. Er kwam een reclame dus door, dat gebeurt wel eens. David Neres kreeg trouwens geel voor de rust, protesteerde tegen de scheidsrechter, stond volgens mij op tel sommige kleine overtredingen. Kerk krijgt daar de geel. Brahimi speelt bij Utrecht, maar die heb ik deze hele wedstrijd nog niet gezien. Dan zeg ik nou wel, maar zometeen wordt er gescoord door Brahimi en dan word ik boos. Ziyech kans gemist. Dessus kans gemist. Ziyech weer kans gemist. Wie heeft er nou weer een kans gemist? Daar is kans gemist. Romero L eruit. En Emanuelsson eruit. Romero L erin. Venema kans gemist. Daar is de kans gemist. Weer iemand de kans gemist. Dolberg kans gemist. Dolberg heeft niet een heel sterk seizoen, moet ik zeggen. Volgens mij heeft hij nog 0 keer gescoord voor Ajax in deze derde. Dessus kans gemist. Daar is kans gemist. Dessus kans gemist. En Weber kans gemist. Troepé erin van de mouw. Ruud. Nee. Doe het niet. Goed zo. Dessus kans gemist. Venema weer kans gemist. Als deze erin gaat. Ik wou zeggen, dat ik helemaal lijp als die erin ging. Kluiber kans gemist. En we winnen de wedstrijd van Utrecht. Eindelijk weer een wedstrijdje die gewonnen wordt. Utrecht ging trouwens op trainingskamp. Hoe zit het hiermee? Even snel doen. Van Leer erin. Schuurs erin. Ekkelenkamp. En Lang. Ja, door naar de volgende carrière mode. Volgende wedstrijd morgen is trouwens tegen AZ. En Ozem, later even, dankjewel. En tegen AZ wil ik toch wel winnen. En dat is toch wel een puntje van waarvan je denkt van, als ze die winnen lopen we in op AZ. Ik heb trouwens net niet gekeken wat AZ heeft gedaan. Dat moet ik zo even doen. Als we nog tijd hebben, kijk ik even wat AZ heeft gedaan. De Vrij met een goede voorzet. Oh, bijna Stefan de Vrij. De Vrij gaf voorzet op een andere kalle, grappig. A33 Engels tegen John, oftewel West Ham United tegen Liverpool. Roberto Firmino ook kans gemist.
Luis Felipe, kans gemist. Gabriel Jesus bij West Ham United, kans gemist. Salah, kans gemist. Mané, kans gemist. Nee. Nee. Gabriel Augustin scoort, assist van Gabriel Jesus. Nee jongens, dat gaat er niet gebeuren. Lekker. Mané met de 1-1. De trainingen van Liverpool en AZ doe ik na de opname wel. Nu kunnen we even de wedstrijd kijken. Maar nee, maar diep gevaarlijk spel krijg geel. Oei, bijna Fabinho. Ik ga toch niet geloven dat het 1-1 wordt. Gabriel Jesus, bijna de kans gemist. Sabaleta. Eruit Rico erin. Gabriel Jesus, weer kans gemist. Gomez eruit. Komen ze erin van eruit Van Dijk. Kom maar. Die gaan we gelijk spelen. Zo dichtbij. Goed doorgespeeld. Robert voor de nieuwe schot van Salah. Nee. Dit ga je niet menen, jongens. Ja, en het is gebeurd. We staan op doelsaldo tweede. We gaan toch wel even de trainingjes doen. Want ik denk toch wel dat moet lukken. Henderson, Gomez, Mignolet. Mignolet. Gomez. En Henderson weer. En hier Solanke. Oké, dan gaan we door met de volgende. Oh. Ik zag trouwens in mijn ogen dat we tegen Manchester United spelen uit thuis de volgende wedstrijd. Dat wordt nog een pot. Maar als je gelijk speelt tegen West Ham, dan ga ik er niet al te goed van uit. Oké, we hadden een beker. Een beker is dus ook gespeeld en we zijn door. Kijk zo even hoe dat gegaan is. Reiners gewoon erin pleuren. En dan hier Bouadou. Bouadou. Of. Ik wil zeggen Bouadou of Stanks, maar ik kies gewoon van Bouadou. Dan hebben we nog. We zijn 8 minuten aan het opnemen. Prima tijd voor een video. Prima tijd voor een video. Klein bonus. En. AZ heeft gewonnen. Dus we kunnen, als we winnen van AZ, kunnen we alleen maar inlopen. Oké, maar we hebben 26 milli. Kunnen wij iets serieus verbetering halen? Ja, bijna Jantje weer terughalen. Van bijna Jantje weer terughalen van Tottenham. Maar nee. Ik ga je maar niet echt op focussen. Oké. Dan was dit het voor deze aflevering. Ik hoop dat jullie deze aflevering tof vonden. Dus doe een blauwe duimpje omhoog. Like. Abonneer de belletje aan als je geabonneerd bent. En dan zie ik jullie morgen gewoon terug in de gloed. Nieuwe video ligt daar wanneer de video dan kijkt. Maar in ieder geval, joe, maak er een fijne avond van. Ciao mensen.